Okie dokie, Daily Challenge tijd. 74 mensen hebben het gespeeld. De reden daarvoor is misschien dat het kwart over 1 s'nachts is. Dus dit is de vroege early late night edition of zoiets eigenlijks. We gaan maar. Als het mei is, dan zou ik zeggen dat het Iowa is. Maar ik denk. Ik ben benieuwd of dit Denemarken dan wellicht is. Ik denk dat dit Denemarken is. Het lijkt op Nederland, maar het is niet Nederland, zeg maar. En het is een Scandinavische taal, dus. En ik weet dat het dan al heel snel bij Denemarken uitkomt. Hallo. Fijn dat je laat, ding. Zijn dit blinde vlekken of wil je gewoon niet vooruit? Ik denk dat die gewoon niet vooruit wil. Hallo. Dank je. Nou wel. Ik denk dat dit Denemarken gaat zijn. Oh, damn it. Dan zult hij wel snel naar voren schieten natuurlijk. Maar die auto is al ver weg. Daar gaan we niet. Daar gaan we geen tijd aan besteden. Oké, wat ik zeg. Ik heb voor verre totaal nog geen enkel bewijs dat dit Denemarken is. Buiten het feit dat het, ja, het lijkt wel wat op Nederland. En het is een Scandinavische taal. En dan weet ik dat 9 van 10 keer Denemarken is. Ik zal het anders zeggen. Oké. Stel je voor, dit is Denemarken niet. Wat is het dan wel? Noorwegen is het sowieso niet. Finland is het ook niet. Kan dit Zweden zijn? Ja. Dat zou kunnen. Aan de, hoe heet het? Aan de onderkant zou het eventueel Zweden kunnen zijn. Maar dan mis ik mijn stippellijntje aan de zijkant van de weg. Dus het lijkt mij dat dan toch Denemarken het logische antwoord is. Het enige andere wat zou kunnen, maar ik denk dat dat veel minder bepost zou zijn, is dat dit de Faroe-eilanden zouden kunnen zijn eventueel. Dat is het enige wat eventueel een optie zou zijn. Maar ik zet al mijn chips in op Denemarken. Alles op Denemarken. En dan hopelijk maar dat het goed is. Hopelijk. Niet dat het een of andere. Had ik gelijk? Ja, ik had gelijk. Yay. Dit ziet er ook wel weer vrij Europees uit. Hallo. Is dit. Dit is een lastige. Deze. De borden zeggen mij dat dit Frankrijk is. Maar. De rest van de omgeving. Dat is het rare. Ik ben niet 100% zeker dat het Frankrijk is. Oké, misschien dat deze. Nou, vooruit, het is Frankrijk. Heb ik misschien ook nog een naam of zo? Denk ik niet. Ik zag wel A51 staan, dus ik kan wellicht zoeken naar de A51. Ik heb 49, 48, 51. Nou, hoe heette die? Misschien dat ik zo meteen toch wel terug ga naar Ganagobi.
Laten we eens kijken of we Ghana Gobi. Oh, wacht, shit. Weet je, ik ga terug. Want. Zo. Excuus. 4095. En dan moet ik zoeken naar Perus en Perui. D4096, dat is deze trouwens. Het is niet 9596. Oké. En nou moeten we toch wel enigszins een van deze dingen kunnen vinden, zou je zeggen, eventueel. Kanakobi, hier. Dat hebben we gezien net. Oh my god. En dit is Perus. En die gaan we uit. Dus dan zou je denken dat we hier zijn of zo. Wat is dit? Dit is een huisje. Dit. Ik denk dat dit. We zullen zien hoe dichtbij we zijn. Prrr. 386 meter. Holy. Oh boy, dit is toch wel weer van een compleet ander niveau. Oh jeetje, wat gaat dit zijn? Is dit. Is dit Japan? We zullen zien, want ik zie daar bordjes staan hangen. Ja, dit is Japan. En dan zou mijn eerste gok zijn. Dat dit. God, waarom kom ik nog niet op de naam? Deze is. Hokkaido. We zullen zien. Ik hoop dat ik nog iets tegenkom. In de vorm van een bordje of iets dergelijks. Oké, een bordje met namen erop van steden. Of een routenummer of zo, weet je. Zoiets. Dat wil ik graag zien. Voordat dit ding denk ik nog wijsneusrichtig kan zijn. Meer wijsneusrichtig kan zijn. Wat ik zeg, voorlopig is het nog niet echt informatierijk, tenzij dat een routenummerbordje is. Maar daar. We zullen zien. 9 en 420. Route nummer 9. Dat is wel een hele specifieke route, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik die. Ik begin te twijfelen of het hier is. Oh boy. Oké, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon de rest van. Maar hopen dat we maar route nummer 9 vinden of zo. 7, 4, 45. Welke kant is dit? Dit is de westkant. Dus 45. Of 6, 45. Ik laat hem voorlopig ook gewoon lekker in Hokkaido staan. Want weet je, 6. Voor hetzelfde geld is wel daar. En dan denk ik van, ah, oh, kut, waarom heb ik hem gezet? Oh, man, het was gewoon Taiwan. Wauw. Ik had verder moeten zoeken. Ik had veel verder moeten zoeken. Nah. Oh, man. En dan, oh, ik denk dat het Japan is. Ik durf niet te zeggen of dit Mexico is of niet.
Ik denk dat dat al een antwoord gaat zijn, waarschijnlijk, dit tier. Want daar zal wel iets van informatie op staan, hopelijk. Hopelijk, zonder dat ik echt 500 keer moet klikken, alsjeblieft. Dankjewel, dat zou echt fijn zijn. Dat zou echt zo nice zijn. Naar achter. Staat daar Mexico op? Yes, Mexico. Fresnillo en daar kan ik beter daar kijken. Ik bedoel, hier staat het ook. Fresnillo en 12 december 49. Route 49. Route nummer 49. Hey, deze keer weet ik in ieder geval zeker dat het, hoe heet het? Dat het Mexico is. Oh man, ik had gewoon verder moeten zoeken. Ik weet niet. Nogmaals, alles wat ik zag, dacht ik van, nou, dit is wel Hokkaido. Nou, het was niet eens Japan, dus ja, hè. 49, oké. Okay. Fresnillo. Dat is rechtdoor. Dat is naar het zuidenachtig iets, ja. Deze kant is 49 op. Even kijken, want dan zo. Wat was die andere? Want ik weet dat ik dat gewoon zo kan zien, gelukkig. Door gewoon deze kant op te gaan en om op dat bordje te kijken dat hier staat. Als we me dat toelaten in ieder geval. Dat zou fijn zijn. Wat is die andere stad die hier zijn? Kuama, ja, dat is deze. Dus hier moet ik ergens zijn. Ik moet zoeken naar dat deze 12 december. Maar ik denk dat dat niet een hele grote stad of wat dan ook is. Dus. Kijk, dus. Dan zetten we hem gewoon hier in het midden weg. En dan. Het zat dichter bij Quinamane. Zou dat dan naar. Sorry. Zou dat dan naar hier verwezen hebben, wellicht? Nou. New York, New York. Denk ook dat het Manhattan is. Dus. Oké. Fifth Avenue, Van Shop. Wat is het? Is het de NBA Shop? Ja. Oké. We gaan zoeken naar Fifth Avenue, denk ik. Is dat dit? Dit is Fifth Avenue, nou. Oké. De NBA Shop. Wat is dit? Dit is een leeg iets. Dit is Best Buy. En wat was dit? En Vans. Dus Vans, Best Buy en de NBA Shop. Zara, Baby Gap, Sephora, Partners Coffee, Butterfly Studios, Dre Advertising. Nee, hier niet sowieso. Kan ik. Nee, hè. Sample Sale, Beauty. Ik hoop gewoon dat ik zo meteen een van die andere zie: Walgreens, Global Coverage, Show Media, E-Design, Yankees Clubhouse. Sales, Blazerize, Fifth Avenue Tower, Sushi, Muji, Fuji,
Wait. NBA Store, dat is hier. Oké. Dit is de NBA Store. Dus het lijkt me vrij logisch dat we daar staan. Alleen waarom zie ik dan de Vans Shop nergens staan? Zouden er meerdere NBA stores op Fifth Avenue zijn? Man, ik had gewoon naar de Crossroads moeten zoeken. Duh. Nou voel ik me echt extreem dom. Nou, nogmaals. Ik volg de aanwijzingen, dus... ik... 8 meter er vandaan. Woehoe! Dat was het. 20.000 in totaal. Dit is een grote misser geweest eigenlijk. Die doet wel pijn hoor. Even kijken. 17e voorlopig. Ah, deze. Terwijl het is wel voor de verre zo'n goede ronde was. Ah, die doet echt pijn. Ach ja. Het is wat het is. Het is niet anders. Dat was hem in ieder geval voor vandaag. En dan zeg ik tot morgen.